Ja, de piepshow! Over! Daar zijn we weer dames en heren, een echte Blizzard. Jaha! Um, we zaten zo langzamerhand de laatste weken een beetje op zo'n moment van, nou, nah, dat, dat, dat... Binnenkort het klaar. Het is het gewoon binnenkort klaar. Biedre, het ja, is gewoon Microsoft neemt het over. Microsoft neemt het gewoon over, het is klaar. We kunnen nog één, één afleveringetje maken over dat de deal nog eindelijk rond is en dan zijn we klaar met het geluid er. En toen kwam de bombshell. Bam! Volgens mij was het vrijdag. Het kan ook zomaar donderdag zijn geweest. Anyway, de CMA, de Britse mededingingsautoriteit. die in hun voorlopige oordeel nog had gezegd. dat ze eigenlijk niet echt issues zagen ten opzichte van de overname. liet opeens zien. Bam, het mag niet doorgaan. We gaan het liggen met onze dikke reit. Het kan niet, het mag niet. Het gaat gewoon niet door. Heb jij de juridische kant hiervan onderzocht? Wat, ja. Want we hebben natuurlijk ook de Britse mededingingsautoriteit. Ik bedoel, wat hebben die te zeggen over een overname in Amerika van twee Amerikaanse bedrijven? Um, mm, laat ik het zo zeggen. Dan loop je wel wat vooruit op de zaak. Microsoft zou nog steeds de boel kunnen overnemen. Het geval is alleen dan uh, dat ze in Engeland uh, daar gewoon niks mee kunnen dan. Uh, met, ja, met dus games. Dan, en, en die Engelse markt is natuurlijk best wel groot. Is best wel groot inderdaad. Ja. Nu uh, zag ik gewoon een, een, een tweetje voorbij komen van CMA blokkeert deal. Ik denk. Oké, okay, wat the fuck hebben ze dan opeens anders gezien dan ze eerst zagen? En dat komt ook een beetje omdat wij ook in de Piepshow best wel gefocust waren op exclusiviteit: Call of Duty voor de PlayStation, ja. bla bla, consoles. Nou ja, we hebben ook gezegd hoe belangrijk het is voor, um, uh, voor, voor het Game Pass model. Voor het Game Pass model, al dat soort dingen. En uh, daar heeft het helemaal niks mee te maken. Dat was all good, weet je wel. Microsoft heeft een aantal uh, 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 handreikingen gedaan, concessies gedaan. We doen Nintendo ja. mag naar Call of Duty doen en Nvidia en weet ik wie allemaal niet meer mogen het doen. En ook PlayStation mochten het doen als het contract tekende. Dat hebben ze niet gedaan. Nee, het is afgekeurd vanwege de cloud. En ik moet het even voorlezen. Ik ga het eventjes voorlezen. Want het is echt... Uh, het, het, is, uh, het waren 356 pagina's. Ik heb het geprobeerd. Maar het is echt taai. Maar in ieder geval de simple answer die ze hadden gegeven is um, it feared the deal oftewel de aankoop van Activision Blizzard would alter the future of the fast growing cloud gaming market leading to reduced innovation and less choice for UK gamers over the years to come. We hebben het dus over de cloud. Maar dat is geen Pas. Dit gaat toch over Game Pass? Nee, ja, de cloud zit bij Game Pass, maar je betaalt niet voor de cloud. De cloud is feitelijk dat wij straks uh, gewoon op je mobiel... Uh, je hebt geen console meer nodig. Je kunt gewoon games uh, streamen vanuit de cloud. En Game Pass ja. is daar een onderdeel van. Okay. Heel veel mensen sloegen hierop aan. Van, ten eerste van, Hé, gaat het nou niet door? En ten tweede, de cloud? Bedoel, wat is dit voor een aparte redenatie? En wat is er nu zo apart aan de redenatie... Ten opzichte bijvoorbeeld van de consolemarkt, is dat de CME zegt. Ze hebben het eigenlijk over hun toekomstbeeld. Hun toekomstbeeld is de cloud. Gaming in de cloud kan wel ooit eens ergens heel erg groot gaan worden. En Microsoft is daar absoluut nu marktleider in. 60 tot 70 procent hadden zij berekend van UK. Dat is in de hand van Microsoft. Dat klinkt als een big thing. Maar zelfs PlayStation maakt gebruik van de Azure cloud dienst van Microsoft. In principe wel, ja. Um, echter. Er is nog niet echt zoiets als cloud gaming. Het bestaat nog niet echt. Ik bedoel, Amazon heeft Luna, die pioniert er een beetje meer. Maar dat is eigenlijk van: koop een game en dan kun je hem bijvoorbeeld van jouw platform streamen naar je mobiel als je ergens anders zit. Uh, Nvidia met GeForce doet dat. En Microsoft heeft dan als enige, dat noemen ze dan een multi-game mm -hmm. streaming service. Dat je dus inderdaad vanuit Game Pass games kan streamen. Maar het is een upcoming market die er eigenlijk nog niet is. En waarvan eigenlijk heel veel analisten zeggen... ik weet ook niet of die er gaat komen. Want internet is een enorme bottleneck. Want ja. het, de frame rate is niet goed. Blah, blah, blah. Dus mensen hebben zoiets van... oké, okay, dus je gaat nu ook al markten afsluiten... die er nog niet zijn. Mm -hmm. Hoe dan? Ja. Dat is eigenlijk een beetje de, de argumentatie... Uh, die daarbij komt. Kijk, en ben, mensen zijn best wel shockt daardoor. Uh, ik moet er wel eerlijk bij bekennen, uh, als de CMA zegt dat het niet zo is, uh, ze zijn nu in beroep gegaan. Er is een appeal, uh, dat kan. Uh, maar het verleden laat zien dat vrijwel altijd de CMA vasthoudt aan die reden. Je kan het niet zo heel makkelijk overturnen. Ja, nou ja, goed. Ik heb het idee, het klinkt allemaal zo vaag, um, dat bij mij gaan dan alle alarmbellen ja. af. Dan heb ik zoiets van: dit is politiek. En wat is ja. politiek? Um, Weet je, dat is uiteindelijk gewoon, het zijn machtspelletjes. Mm -hmm. En um, ondanks dat Playstation niet de argumenten heeft om deze zaak te winnen, iets wat CMA ook heeft uh, aangegeven, ja. uh, doordat ze zeiden van ja, het is alle, alles wat ten laste is gelegd is niet een probleem. Nee, het gaat om iets anders, het gaat om die cloud shit. Um, het voelt als een beetje een, een konijn uit een hoge hoed, omdat Microsoft per se moest verliezen. En daar zitten politieke redenen achter. Om te beginnen, Microsoft is een Amerikaans bedrijf mm -hmm. en uh, de Britten zijn, uh, uh, ja, die staan toch bekend als behoorlijk eigenwijs. Neem niet weg dat PlayStation natuurlijk een Japans bedrijf is, maar je PlayStation is ook vreemd genoeg <laughs> op een of andere manier, als je het uitzoomt, de underdog. Terwijl PlayStation vele malen groter is dan Xbox, is Microsoft natuurlijk vele malen groter dan Sony. Um, Misschien is dit ook gewoon een game die... PlayStation beter gespeeld heeft. Niet naar de publieke uh, uh, tribune toe, want daar uh, werd van hun argumenten letterlijk niets heel gelaten. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat zij gewoon op de juiste manier hebben bijgedragen aan de partijkas of aan de, weet ik veel, de kas van de CME of weet ik veel hoe dat allemaal gefinancierd wordt. Ja. Dat is blijkbaar een route die PlayStation beter bewandeld heeft dan Microsoft. En dat, uh, dat is opvallend, want Microsoft is toch uh, niet bepaald een lichtgewicht. Die huren de beste. Uh, uh, Advocatenkantoren in. Die zouden moeten weten hoe dat lobbycircuit werkt. Ja. Uh, Microsoft is geen vreemde van lobbypolitiek. Uh, dus ik ben gewoon verbaasd eerlijk gezegd nou dat, ja, dat het gebeurd is. Zeker en uh, je zag al een aantal geluiden uh, van uh, politici of van mensen die uh, hoog in de economische uh, uh, wereld zitten. Dan Met name men, analisten die zeiden van dit is niet goed voor de UK weet je wel. Ik bedoel als je dus blijkbaar niet mag pionieren. Want dat, dat wordt nu een beetje naar voren gebracht. Van, Kijk in de consolemarkt. wat eigenlijk zegt iedereen dan. Deze deal had op allerlei manieren afgeschoten kunnen worden. Hebben wij het vaker ook wel over gehad. Als je het hebt over bijvoorbeeld de kwaliteit van games, wordt er niet per definitie beter op als het Game model leidend gaat worden. Um, allerlei, er waren echt wel dingen waar je op kon aanhaken. Maar de cloud is nou juist iets, het is er nog niet. En feitelijk is Microsoft op dit moment een van de weinigen, of misschien wel de enige, die het echt serieus neemt, die daar ook echt mee bezig is om die maar cloud... Station. PlayStation, op te... dus ook een PlayStation heeft dat PlayStation, ja. wat is het nou? Of, of, ja, maar die hebben het dus weer afgeschoten en zijn toen naar Azure gegaan. Omdat nee, nee, ze... nee, nee, maar je haalt dingen door elkaar. Kijk, uh, uh. Zij hadden Cloud Ja, online. En dat heette toen PlayStation Now. Is dat ja. geworden? En betekent dat je het niet meer hoeft te installeren? Je kan het gelijk Precies En dat is zoals... PlayStation Plus geworden. Oké, okay, maar die, al, het is onderdeel geworden van PlayStation Plus. Uh -huh. Die dienst bestaat nog steeds. Dat wat ja. vroeger online is en toen PlayStation Now heette, dat bestaat nog steeds. Microsoft heeft ook zoiets. Dat dat draait op Microsofts cloud service, namelijk uh -huh. Azure, doet daar niet aan af. Want die situatie bestaat al. Uh -huh. Weet je, ik bedoel, als je zegt dat uh, uh, Call of Duty uh, games draaien. Uh, ik wil god weten op wat voor infrastructuur die draaien, maar het zou mij verbazen als het niet of uh, Microsoft Azure is of uh, Amazon uh, uh, S3 of iets dergelijks een van die grote clouddiensten wordt gebruikt voor die voor die Call of duty games, maar ja. daarin uh, de, de CMA gaat daar niet op in. Weet je, die zeggen gewoon van ja, ze noemen het cloud gaming. Wat de fuck is cloud gaming? Het lijkt ja. erop alsof dat gewoon niks anders is dan. Wat vroeger PlayStation nou is. en wat nu, hoe heet het op de Xbox? Dan heb je het ook zo'n dienst? Oké, cloud? Ja, Xcloud. Of, xcloud. Ja. Ja. Je het gelijk spelen, hoef je niet te installeren, kan je gelijk streamen. Ja. Nou, die shit. Maar dat is toch geen, dat is toch geen markt. Dat is toch geen. Nou, geen dat toch is geen, het. Het is een, het is een waarvan de games industrie zegt: Games industrie is altijd op zoek naar. Oké, okay, waar kunnen we, waar kunnen we uitbreiden? Weet je wel, van? Uh, eerst had je alleen maar uh, bij wijze van spreken consoles, toen was het al handheld, nu kan je online. Er zijn allerlei verdienmodellen en een van die mogelijke verdienmodellen is, hey, hoe fucking breed zou het zijn, niet iedereen kan een console betalen. Hoe handig is het dan als je bijvoorbeeld een, wel een iPad hebt of je hebt een mobiele telefoon of je hebt een oude PC, dat je met een abonnementservice op xCloud of op Nvidia GeForce toch games gewoon kunt streamen. Weet je? Nou, ja. dat, 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 dat is leuk. Daar staan we. Het is een, het is een het, het is pionieren, weet je. En Microsoft maar, stopt... maar er zit natuurlijk wel wat in. Hè. Kijk, als ik gewoon een advocaat van de Duivel of ja. CME zou moeten zijn, dan zou ik inderdaad zeggen van waarschijnlijk heeft hebben Microsoft Cloud-dienst, dat Azure heeft een, een, een groot deel, waarschijnlijk een merendeel van de markt in handen. Van, mm -hmm. van gaming, eh, sowieso van heel veel online diensten, maar ook gaming. Ja, um, je zou kunnen zeggen van wat zijn de grote concurrenten op Dat vlak weet ja. je? dan zou je kunnen zeggen: van nou, dat is Amazon, dat is uh, uh, hoe weet het je, je weet hij? je hebt nog zo'n grote speler. Um, uh, Oracle, volgens mij. Mm -hmm. uh, nou goed, je, je hebt er een handvol waarvan Microsoft overduidelijk de enige is die zich richt op gaming. Dus ja. als je dan inderdaad zegt: van Microsoft is daar zelfs zo goed in dat ze zelfs PlayStation als klant hebben bij mm -hmm. uh, Azure. dan zou je kunnen zeggen van. Misschien dat ze daarin te dominant worden. En als ze dan ook nog... Kijk, als je kijkt naar wat stelt nou Call of Duty voor in totale gameverkoop. Dan valt dat misschien wel mee van mm -hmm. alle games die er een jaar uitkomen. Maar als je kijkt wat bijvoorbeeld uh, Call of Duty en Warzone gaming... Mm -hmm. uh, voor, voor uh, deel van de, van de cloud taart nemen. Ja. Want die games moeten ergens gedraaid worden. En er zijn heel veel gamers die zo'n game een jaar lang spelen. Dan zou het best wel zo kunnen zijn. Dat je gewoon een heel substantieel deel van al het internetverkeer voor mm -hmm. videogames gebruik maakt van een soort clouddiensten. Ja. En dat daarin Microsoft op, uh, op het moment dat ze dit overnemen... zo dominant worden, want ze hebben namelijk de grootste cloudafnemer. Nee, dat snap ik. Dat en Ik heb het nog nooit zo bekeken. Nou ja, want je, ook de financiering, die 68 miljard, ja. zou best wel samen kunnen hangen... met hoe dat zich terugverdient in die clouddiensten. Daar ben ik het mee eens. En ik denk ook al... Uh... Mensen, toen ik een beetje op social media met mensen zat uh, heen en weer te, te, te babbelen erover, zeiden ook mensen van ja, niemand van de, van de analisten heeft het zien aankomen. Dat, dat bestrijd ik, want we hebben het er wel degelijk over gehad de afgelopen maanden, dat console en zo is al hartstikke leuk, weet je wel. Maar waar gaat het Microsoft op, is met name bijvoorbeeld mobile en we hebben het ook gehad over de cloud, weet je wel. Dat is namelijk... Uh... Ja, maar wat het over Game Pass... Ja, ja, en Game Pass is daar, en dat neemt de CMA ook als onderdeel. Hè? En daarom vinden ze het ook best wel. Want game, er is nu nog niet iets waar ze geld aan verdienen. X Cloud zit bij Game Pass, maar er is nog niet een rechtstreekse koppeling. Die zou er moeten gaan komen, maar die is er geloof ik op dit moment nog niet. Maar waar het om gaat is van. Uh, je hebt die consolemarkt en die is 150 miljoen mensen. 150 miljoen, 175 miljoen, volgens mij heeft nooit een console meer verkocht. Weet je? Dat, is, dat is zeg maar de barrier rush tegenaan zitten. Dan komen we weer bij die 3 biljard. De befaamde 3 miljard, miljard gamers. Hmm. Die ga je alleen maar krijgen als ze tegenwoordig gewoon hun telefoon kunnen pakken. Of weet ik veel, hun pc. Uh, die hoeven geen console te kopen. Die kunnen gewoon die games streamen met een abonnementje. Via de cloud weet je wel. Super simpel, super makkelijk. Daar zijn we nog niet. Maar dat is natuurlijk het vergezicht waar Microsoft mee bezig is. Daar zien ze van oké okay, daar kunnen wij dominant ja. gaan en, zijn. En Game Pass is niet meer dan het verdienmodel wat eraan vast hangt. dat is het, het verdienmodel wat eraan vast zit. En de, wat analisten nu zeggen is van ik snap op het moment als er een strijd is tussen verschillende partijen taaien op dit moment dat je dan uh, uh, gaat zeggen: van oké, okay, jij wordt nu te groot, dus dit kan niet. Maar we zitten nog niet eens aan het moment dat het er is, die cloud gaming. Want het is niet, ja, maar niks. het is er ook weer wel. Want Microsoft pakt gewoon een substantieel deel van die markt. Nou ja, dat is dus de vraagstuk van uh, mensen zijn daardoor verrast. Ik had al wel zoiets van: als het wordt afgekeurd, wordt het niet afgekeurd op die hele console shit, maar wordt het afgekeurd bijvoorbeeld op mobile of dus inderdaad uh, op cloud, waar Microsoft als enige wel marktleidend is. Nou, en het interessante is ook, als je kijkt hoe bijvoorbeeld in Europa die cloudmarkt um, bediend wordt, dan zie je dat Microsoft extreem dominant is in het uitrollen van die datacentra. Mm -hmm. En dat is een proces, dat is absoluut niet, volgt niet de vrije marktprincipes waar ik in geloof. Um, en we hebben een heel goed voorbeeld hier in Noord-Holland, in de Middenmeer, zoals het heet, Waar uh, ontzettend veel windmolens staan. Ja. En uh, heel veel zonnepanelen. En je hebt nog ook nog eens een keertje de uh, elektriciteit die wordt opgewekt op de Noordzee. En het interessante is dat. Zodra de zon schijnt en het waait, de elektriciteitsprijzen negatief worden, omdat er zoveel aanbod is ja, ja. van wind en energie. Dus dan, dan, zijn die prijzen heel laag. En wat doet Microsoft? Die gaat met die grote energiebedrijven om tafel. Eerst gaan ze met de gemeente zitten en zeggen: ze, nou, we nou, we willen een datacenter neerzetten, we gebruiken alleen maar groene energie en we gaan voor banen zorgen. Nou, dat is een win-win-situatie zou je denken als mm -hmm. je dan de gemeente middenmeer bent of weet ik veel wat. Dus dan zeg je: van nou, oké, okay, Microsoft gaat dat maar bouwen. Hier is een vergunning. En dan gaat Microsoft vervolgens naar de uh, energieleverant leverancier toen die zegt van luister, we weten dat je een probleem hebt, want je hebt namelijk negatieve prijzen op die energiemarkt. Uh, wij bieden een dienst, wij nemen die overtollige energie van jou af, mm -hmm. maar voor die voor de afname van die energie, voor die dienst, vragen we wel een kleine vergoeding. Uh, en dat is natuurlijk ook, dat hangt een beetje samen met uh, de negatieve energieprijs die er mm -hmm. zijn. Ja. Dus uh, daardoor, daarom zijn zij zo gek op groene energie. Niet omdat ze zich zorgen maken over opwarming van het Alles gaat om geld. geld. Gaat om geld. Ja. Het gaat er gewoon over dat groene energie is, uh, goedkope energie is en is vaak zelfs uh, zo onefficiënt opgewekt uh, Dat de ne prijzen negatief worden. Mm -hmm. Daarom is het interessant voor Microsoft. Ja. Dus Microsoft heeft een win-win situatie. En dat betekent dat ze een beetje met lokale gemeentes om de tafel zitten. Met die energiebedrijven. Dus ze hebben een heel apparaat opgezet. Een bureaucratisch apparaat. Dat zich bezighoudt met dat soort lobby. Mm -hmm. Zodat ze dat soort plekken kunnen inrichten voor hun datacenters. Uh, en dat is eigenlijk uh, uh, geen of weinig kosten kwijt zijn aan hun energietoevoer. Nou, dat is heel erg interessant. Uh, daar is Microsoft vooral in Europa erg dominant. En je ziet gewoon van, ja, wat gebeurt er met partijen die dominant die, die, die datacentra uitrollen? Die worden marktleider. Waar we eerst Google dat zagen ja. doen, daar is Google, is dat aan het afremmen geblazen, omdat dat werd heel erg door YouTube gedreven. Nou, YouTube krijgt meer concurrentie. YouTube is een beetje aan zijn top van zijn groei. Uh, je ziet nu dat de, de groei zit bijvoorbeeld heel erg in, in dit soort diensten, in uh, uh, de cloud naar bedrijven toe uh, in gaming ook overigens, dat is heel interessant, heb ik laatst gelezen ergens, ook in porno. Mm -hmm. Wist je dat Pornhub bijvoorbeeld 23% van alle cloud-infrastructuur in dat beslag neemt, ja. Omdat mensen zo krankzinnig veel porno kijken via ja. dat kanaal. Maar anyways, Microsoft die moet daar dominant in worden. En dat is nou precies iets dat als Sony zegt van ja, maar wij zouden dat ook wel willen in de toekomst. En we moeten dat uitrollen, maar we moeten investeren. Maar hoe kunnen we nog concurreren met zo'n log die al over de hele wereld al die datacenters uitrolt? Dan hebben ze wel een punt. Ondanks dat ik er niet mee eens ben, hebben ze ja. toch een punt. Nou, Absoluut. Ik heb hier eigenlijk ook wat ik zeg van mensen, ik denk altijd dat ik er een heel erg mening over heb. Maar ik bedoel, ik volg meer uh, dit als een buitenstaander. en vind dingen gewoon interessant. En, en, en check dan gewoon bij mezelf of ik de redenatie plausibel vindt. En heel veel mensen zeggen nu. Uh, in zaken de cloud wordt Microsoft nou juist gestraft voor het pionieren. Dat zij het als enigste echt heel erg serieus nemen en er volop instappen. Terwijl Google, dit is wel heel erg grappig, ik, ik laat dit nu even zien. Google, um, er zijn, ik zeggen, wat je dan altijd ziet in die rapporten is. Ze hebben dan met allerlei partijen gepraat en dan zeggen ze van. Bepaalde partijen melden dat. En dat is dan gerediceerd. Wat mag je dan weer niet zien wie dat zijn. Dus dan ga je altijd weer raden. Maar goed, another competitor. Knip, knip, knip. Submitted that the failure of Google, Google Stadia shows the imports of COD. Oftewel, Google Stadia is uh, kapot gegaan omdat Call of Duty er niet was. En dan denk ik van... Ten eerste, wie is de, die competitor? Is dat dan daadwerkelijk Google die het over zichzelf zegt? Ik kan het me niet voorstellen. Nee, maar dit, dit is, dit is echt, dus dan weer PlayStation. Dit is weer PlayStation. En dan denk en ik van... Is, maar dit is, is, is zo... Doe, Google Stadia is ja. gewoon niet kapot gegaan door Call of Duty. Google Stadia... Het had gewoon een dom verdienen model. Het had een dom verdienen ja. Inderdaad. Weet je wel, dit heeft niks met Call of Duty te maken. Um, ook heel interessant is um, dat er op het laatste moment, een paar dagen uh, voor uh, de uitspraak, in één keer um, PlayStation um, um, bij vormen van. Uh, even kijken hoor. Nee, dit is, dit is wat anders. Sorry, dit is wat anders. Uh, Mark Turney... Um, die. Is, even kijken, ik moet even kijken. Nou, in ieder geval, anders vertel ik het wel. Mike Journey um, had dus een. Uh, die, Wie is Mike, die, Journey, op Mike op? Journey is een beetje te de kijken. technische Bobo van, van PlayStation. Hij verzint een techniek erachter. Hij gaat ja. waarschijnlijk ja. ook weer de nieuwe console maken. En Hij, had, gaat, hij, hij kwam bezig met de uitspraak: Wij hebben een manier ontdekt, een, 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 een tool, een, een techniek waarin we straks sneller kunnen streamen games dan de latency op een PlayStation 5. In één keer kwamen ze daarmee. Terwijl ze dus eigenlijk een beetje gestopt waren met het zelf ontwikkelen, ze hebben Azure Nomen, want ja, ik weet het allemaal niet mm -hmm. in één keer. Komen ze nu met die onderdeel wordt aan de CMI ingegeven. En dit hebben ze er ook bij gezet. Een ander onderdeel is uh, PlayStation heeft duidelijk aangegeven: uh, Game Pass Ultimate, uh, dat is cloud, weet je wel, dat zijn dat, daarom hebben ze die 60-70 van de markt. Uh, maar PlayStation Plus, die vonden ze die hoorden daar niet helemaal bij, want dat zat toch net even wat anders. Terwijl ik denk, ja, dat is ook een multi-game service, want het wordt ook gestreamd. Je kan nog steeds meerdere games. Je kan de nieuwe games niet doen, maar je kan wel andere games streamen. Dus het is inderdaad een politiek spel. En laten we even verder gaan met politiek, want dat vind ik dan heel erg leuk. Uh, je kan natuurlijk uh, uh, op je. Wat is het? Klompen aanvoelen, natte voeten aanvoelen? Wat is dat? Ja, ja, ja dat, dit, dit viel niet goed bij Microsoft. En Microsoft, uh, bij monden van een aantal hooggeplaatste uh, heren, maar ook Bobby Cottage, die waren woest. Ja. En Cottage, die uh, lanceerde even, volgens mij was het een interviewje met NBC. Um, well, I was surprised to learn that Lina Ken, en Lina Ken is de baaszin van de FTC, oftewel de Amerikaanse oud die ook nog een uitspraak moeten doen. Dat Lina Kent en de head of the CMA had a meeting a week and a half ago in Washington. Dat is dus anderhalve week voor deze uitspraak. You know, legally, you're not supposed to be discussing active litigation. Oftewel, beide zijn nog bezig van wat gaat onze oorspraak, uh, wat gaat onze. Uitspraken zijn, I don't know how they did, but you know, I think that's uh, that that's what you're seeing now is that the CMA is being used as a tool by the FTC to be able to create these kinds of outcomes. And it isn't uh, the way that they are supposed to be operating. En wat zegt Microsoft op dit moment, de baas, de allerhoogste baas, volgens mij, of de COO, die zou op een gegeven moment: jongens, dit is een rouwdag voor uh, Engeland. Uh, op technologisch gebied hebben we vanaf nu afgedaan. Weet je wel, ja. het is allemaal politiek. De grote kanonnen, de grote uitspraken worden ingedaan. Nou, het kan. Om Lina Kanomiddag. Ja, we hebben elkaar wel ontmoet, maar we hebben het gehad over allerlei dingen, maar niet over dit, Wat ik ook denk van dat is natuurlijk ook weer volkomen bullshit. Ja. Ik bedoel, waarom zou je haar ontmoeten als je het niet Nee, natuurlijk nee. Of ze moet een vrouwenclubje hebben, maar anyway, het is weird. Het is fucking weird. Nou, het is, ik denk dat het het is politiek. En mm -hmm. bij politiek zijn de, de drijfveren liggen altijd een beetje onder de oppervlakte. Het is nooit helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Maar uh, er is iets uh, aan de hand tussen Microsoft en de Amerikaanse overheid, waarbij Microsoft in het gereel moet worden geramd. En hoe dat precies, hoe de hazen lopen, is niet helemaal duidelijk. Nee. Maar dit zou gewoon te maken kunnen hebben met de verkiezingen Die overigens pas over twee jaar in Amerika plaatsvinden. Uh, maar er zou daar iets aan de hand kunnen zijn. Dus misschien dat uh, Microsoft zijn uh, donaties aan de uh, Democratische Partij niet uh, genoeg heeft. Het zijn de Republikeinen die, die heel erg tegen zijn op dit moment. Die, oh, ja? Die, ja, die zijn heel erg. Die kwamen helemaal met dat van: oké, okay, maar fucking al. Kijk dan eens naar Japan wat daar gebeurt. Weet je hoe Sony daar vreselijk bevoord wordt. En dan gaan wij in Amerika voor over een Amerikaans bedrijf opeens puritein zijn. Nee, 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 wacht even. Dus, de, de Republikeinen zijn voor of tegen Microsoft? Uh, ze zijn voor deze overname. Dat bedoel ik. Ja. Dus ze zijn voor Microsoft. Maar, en, en de Democraten zijn... ook. Die vinden ook dat dit door moet gaan. Nee, de, nou, absoluut ja? niet. Nee. Nee. <laughs> er is iets. Als het politiek aan de hand is, dan is het. Ergens daar in dat spanningsveld tussen de Republikeinen en de Democraten okay. speelt dit schaaf. En als inderdaad de Amerikaanse FTC erbij betrokken is, dan, dan reken maar dat het politiek is. En dat betekent dat gewoon dat Microsoft moet met geld of invloed of informatie of iets anders over de brug komen. Anders gaat dit gewoon niet door. Mm -hmm. Dus ik denk dat dit een. Uh, 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 ik denk eigenlijk dat die uitspraak in Engeland. Als dit politiek is, dan is dit een waarschuwing aan het adres van Microsoft dat Microsoft in het gereel moet lopen. Um, mm -hmm. En hoe of wat precies er exact bedoeld dat zullen we nooit weten. Dat gaat nooit uitleggen, waarschijnlijk. Um, maar ja, dit, dit, dit vindt plaats op het absolute topniveau. En PlayStation speelt er geen rol van betekenis in. Dit is gewoon puur tussen Microsoft en de top. Dogs, de top elite in Amerika. Nou ja, het zal in de bovenkamertjes moeten worden uitgevochten, inderdaad. Um, dit is ook nog wel interessant. Kijk, dit is hele... ook mooi, man. In de bovenkamer. Boven, in de, achterkamer, van de mensen. Achterkamertjes, sorry. De en de, um, er komt natuurlijk heel veel informatie. Ze moeten uh -huh. een uitspraak geven. En dan zeggen ze ook waarom, waarom, waarom. Een van de dingen waar wat we ons altijd afgevraagd hebben, is waarom. Uh, ging Sony niet in op uh, de uh, het aanbod om tien jaar lang Call of Duty unrestricted op een platform te krijgen. Dus ze mochten doen laten mee wat ze willen. Ze mochten het gratis weggeven. Dat maakt dan geen reet uit. En ze kregen 100% zeker hetzelfde game. En, Omdat het daar niet om gaat nou ja, natuurlijk. Het, het grappige is, um, daar bleek dus, dat wist ik ook niet hoor. Maar in die afspraak staat dus um, dat um, alle revenue die voortkomt uit Microsoft actions en battle passes en season passes. Die gaat ook al wordt de game gespeeld op de PlayStation, gaat naar Microsoft, niet naar PlayStation. En dat is exact de reden waarom PlayStation hier tegen was. Dat begrijp ik ook wel. Dat hebben we al vaak genoeg uitgelegd. PlayStation, en daar ga ik het straks nog over hebben, verdient niet per de, uh, verdient niet hun geld echt aan. Verkoop van games doen ze ook wel mee. Ze pakken een percentage van alle omzet. Exact, ja. ja. Deze omzet die wegvalt, dit is waar Jim Ryan fucking doodsbang voor wordt. En dat is ook wat hij op een gegeven moment zegt. Mm. En dan moet ik weer even zoeken, hoor. Het is wel met al, dus al die tweets, is het ook wel vaak heel erg. Uh, even kijken. Uh, ja, dat is deze. Uh, want dat zegt hij dan. dan heb je het weer over. Um, um, dit is ook weer een. Publisher, nou dit is 100% zeker Playstation, die zegt this third party told us that it would have to consider adding its own first party content day and date on its subscription platform if Microsoft were to offer COD day and date on Game Pass, but that doing so would diminish its incentives to invest in third party. Ik ga hier zo een linkje uh, naar leggen uh, naar, uh, naar de kosten van hedendaagse games, maar dit is natuurlijk het, het grote probleem voor Playstation. Hun eigen Peper, 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 dure games die ze maar één of twee, drie keer per jaar kunnen uitbrengen. Ja. En al die revenues die ze van third party en van micro sections, licenties en dat soort dingen krijgen, als dat wegvalt, hebben ze een mega probleem. Ja, we hebben het al eens een keertje over gehad dat 80% van de omzet van PlayStation ja. voortkomt uit third party. Precies, games. Uh, dat is dus een probleem. En ja. uh, je ziet toch in die uitspraak, zie je de hele tijd weer hebben ze het over een aantal partijen die wat zeiden... maar het blijft toch wel de hele tijd dat Playstation... de grootste criticaster was. En uiteindelijk kun je nu zeggen... Uh, zij zijn op dit moment... de, de, de lachende derde. Ja. Um, en of ze dit verwacht hebben... weet ik niet. Ik denk nog steeds dat hun ta tactiek was... Vertragen, 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 vertragen. Nou, dat is gelukt. Dat is, dat is redelijk gelukt. En um, ja, wat kan er nu gebeuren? Dat is een beetje nu de vraag. Ze kunnen inderdaad, wat jij zegt, met uh, concessies komen. En dermate concessies, dat de CMA zegt, oké, okay, dan ben ik oké. Okay. Geopperd wordt ook, fucking laat die hele cloud zitten in de UK. Als dat dan zo'n probleem is, gewoon geen cloud service in, in de UK, dan kan het ook nog. Um, of het gaat gewoon echt niet door en Mike zegt, zegt gewoon keihard fuck die hele UK dan maar um, dan ook geen Call of Duty, geen dit, iedereen kan een VPN etje nemen, die neemt zijn game dan op een maar andere ik manier. Ik denk dat dat gaat gebeuren, ja? want ik denk eerlijk gezegd dit is groter dan uh, Microsoft. Maar ik, wat ik eerlijk gezegd denk en ook die meeting wat jij net postte tussen die uh, ja. Lia Ken en um, iemand uh, van de CMA van de CME uh, in New York. Uh, dat zegt eigenlijk dat dat suggereert dat uh, de FTC, de CME heeft opgedragen wat ze moesten doen, of dat, in ieder geval dat ja. ze daar druk op heeft uitgeoefend. Maar wat is hun hun belang daarbij? Nee, bedoel, maar dat, dat is wat ik zeg. Dat is politiek. Er ja. is politiek iets aan de hand rondom Microsoft. En Microsoft is natuurlijk een gigantisch bedrijf, heeft ontzettend veel data en informatie. En in Amerika. En overigens ook in Europa, overal. Er woedt een informatieoorlog. Mm -hmm. Weet je, er wordt ook wel gezegd: van waar we, we zitten in een informatieoorlog. Weet ja. je? Dat is heel zichtbaar geworden rondom COVID en fake news en weet ik wat. Daar zag je dat heel erg. Maar dat is natuurlijk iets wat, wat veel breder is dan dat. Weet je, je ziet het in de. De eenduidigheid van nieuws, maar je ziet het ook in eenduidigheid in van informatie. Ze proberen dat in te dammen, en dat zie je met die uitspraak uh, die dat rare wetsvoorstel in Amerika: dat ging over TikTok. Er werd net gezegd dat TikTok was, maar in feite ging het over alle uh, mm -hmm. online informatieplatformen. Dat die, ja. ja, weet je, je gebruikers kunnen gewoon uh, een miljoen boete krijgen, 20 jaar gevangenisstraf als ze een. Uh, ongeautoriseerde app uh, uh, gebruiken op een telefoon en bestaan of ergens aanbieden, of weet ik veel wat. Weet je, dat zijn gewoon hele heftige ehm. Um, uh, um maatregelen. Dus dat, is, dat, dat is, dit is wat er politiek gezien in Amerika aan de hand is. Er woedt een strijd om vrijheid van meningsuiting. En je ziet het in, in Canada ook. is nu weer zo'n een of ander wetsvoorstel er doorheen gekomen. Het, het is een strijd tegen vrijheid van meningsuiting. En daarin zijn partijen als Microsoft zijn essentieel. Dus je hebt kans dat Microsoft gewoon in het gareel wordt geramd. Ze moeten akkoord gaan met iets. We weten niet wat. En als ze dat doen dan mag die overname doorgaan. Zoiets is hier aan de ja. hand. Oké, okay, ja, zo heb ik er nog niet naar gekeken. Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook niet een andere reden ervoor kan vinden op dit moment. Even <laughs> een, een, een voor mij logische uh, um, redenering. Um, cloud was wel altijd het zwaktepunt. Uh, mm. dat, dat hebben we hier ook al vaker gezegd. Van dat is wel uh, van al die markten die we hebben gezien. Daar is Microsoft gewoon echt dominant. Het is nog niks. Maar dat kan het wel gaan worden. Uh, het zou ook zomaar zijn dat het helemaal niks gaat worden. Ik bedoel, er zijn ook genoeg mensen die zeggen... Nu met al die handhelds, weet je wel. Asus komt er met, eentje, met uh, de, de, de pff, Logitech komt er met een, Waar je ook op kan streamen, weet je. Misschien wordt dat wel een oplossing. Waardoor bijvoorbeeld het hele Game Pass model met xCloud helemaal niet gaat werken. Omdat mensen andere vormen. Dat kan allemaal wel. Ik, ik zag... Ja, ik, ik was gewoon wel echt verrast. En ik moet ook heel eerlijk zeggen. Ik weet echt niet waar dit nu naartoe gaat. Nou nee, ja, maar dat omdat het je moet het echt zien denk ik als een onderdeel van de grotere informatieoorlog. Ja. En dat heeft heel erg met regelgeving te maken. Dat heeft met lokale regelgeving te maken. Uh, weet je, in Ierland zie je dat uh, er extreme regelgeving over hate speech wordt uh, uh, ingevoerd. Uh, wat er in feite toe kan leiden dat je niet meer vrij bent om online te zeggen wat je denkt. Wat krankzinnig is, want vrijheid van meningsuiting is, is... de pilaar van vrijheid. Is Microsoft vrijheid dan, dan? dan zeg maar de voorvechter voor vrijheid van informatie? Nee, Microsoft is een informatie Bedrijf. En ja. in een tijdperk waarin, informatie waarin een informatieoorlog woedt, moet je de platformen uh, aan je kant hebben. Mm -hmm. En Microsoft heeft er helemaal geen belang bij om hun kant te kiezen. Tenzij ze worden gedwongen om een kant te kiezen. En je ziet hetzelfde. Je zag het heel mooi bij corona. Nadat Elon Musk Twitter had overgenomen. Dat hij al die documenten vrij Over wat er intern gebeurde. En je zag gewoon eerst was het met Trump. Weet je. En uh, mm -hmm. alles wat ook maar enigszins naar Trump neigde. Er werd gecanceld en geboycott en van Twitter afgetrapt. Toen kregen we hetzelfde nog een keertje met corona. Iedereen die kritisch was op die prikken en weet ik wat. werden allemaal ervan afgetrapt. En door die documenten zag je. Dat wat daar werkelijk aan de hand is. Ja. Gewoon te maken had met politie. Politiek. De inlichtingendiensten hadden gewoon een bureau bij Twitter op kantoor. en die zeiden gewoon wat Twitter moest doen. Nou ja, dat, hoe krijg je Twitter zo gek dat ze daarmee akkoord gaan? Daar is druk uitgeoefend, daar is iets gebeurd. Dit is een voorbeeld van de druk die wordt uitgeoefend. Weet je, als je niet uh, meedoet als ja. bedrijf met, um, uh, met de agenda, met de politieke agenda. dan ga je politiek gezien tegengewerkt worden. En dat ziet er zo uit. Ja. en waar dit precies over gaat. We weten het pas achteraf. Dit is het, dit is het tijdperk van de informatieoorlog. Ja, nee, oké. Okay. Iedereen heeft natuurlijk zo zijn agenda. Dus het zou best kunnen dat uh, dat het achterliggende probleem is. Het was een verrassing. Mensen zagen het, eigenlijk alle analisten, vrijwel zagen het niet aankomen. Um, goed nieuws wat dat betreft, natuurlijk even voor PlayStation op dit moment. Um, en het grappige was, maar dat... dit gaat tijdelijk zijn. Nee, dat snap ik. Dus, dus wat ik al zeg, van uh, we gaan, moeten eerst gaan zien wat er nu gaat gebeuren en wat Microsoft gaat doen. Als het niet doorgaat moeten ze 3 miljard dollar betalen in Activision... wegens contractbreuk, omdat ze dan die overname niet uh, doen. Denk je dat, niet dat er een klein lettertje staat... als de deal niet wordt goedgekeurd door de regelgever... dan uh, kunnen ze daar onderuit? Wat ik tot nu toe lees is gewoon 3 miljard uh, moeten ze dan betalen... als het niet doorgaat. Uh, dat betekent dat ze nog steeds 64 miljard in oorlogskassen hebben. Phil Spencer heeft ook al gezegd van... Uh, de ontwikkeling van ons plan, van onze toekomst, um, blijft doorgaan. Dit is geen, zeg maar, soort van: oké, okay, hier, hier stopt het nu. Einde verhaal. Dit is een kleine vertraging. Dit is een hiccup, weet je wel. En ja, vanaf daar heeft iedereen weer andere uh, speculaties wat ze allemaal kunnen gaan doen. Ze kunnen bijvoorbeeld allerlei studio's gaan opkopen, weet je wel. Nou, um, ik, denk het, ik denk eigenlijk dat ze hebben een. Ze hebben een heel fundamenteel probleem. Mm -hmm. ze, zijn, ze zijn uit de voegen gegroeid ze zijn te groot. En, en het kan ook inderdaad dat ze het gaan loskoppelen, inderdaad. Maar, maar Nee, wat het is, wat ik al zei, als het inderdaad zo is, en nogmaals, het, ik zit gewoon hardop te filosoferen. Als dit te maken heeft met politiek en regelgeving, dan gaan ze keer op keer tegen dezelfde dingen kunnen. aanlopen. En ja. elke keer dat ze een overname doen, dan gaan ze ditzelfde gezeik hebben, net zolang tot ze akkoord gaan met wat er van ze gevraagd wordt. Ja. Ja, hoe dit uit gaat pakken. Ja, maar wat ik zeg, het traject gaat zijn... dat ze gewoon niks meer gaan overnemen. Maar gewoon met al die pubs gaan ze allemaal... Nou ja, een zo, per game sluiten. Gewoon net of, wat Sony nu doet, dat gaan zij dan allemaal of doen. Of wat ze met, uh, hoe heet het hier, met Koch Media... hoe heet dat tegenwoordig, met Play Embracer, hebben, Embracer, ja. hebben gedaan dat ze misschien wel overnames gefinancierd er hebben. Er zijn allerlei uh, methodes, kan. dat zeggen ze. En, en dat is ook wat sommige analisten zeggen. van Oké, okay, Sony heeft feitelijk uh, misschien nu een beetje een slag gewonnen... maar ze weten niet... Uh, wat er nu gaat gebeuren en dat dat mogelijk nog vele malen erger kan zijn. Weet Precies, je wel? Dus ja. dat, dat weten we niet. Waar zit nu het probleem van PlayStation? En dat, dat is wel heel interessant dat uh, uh, Yoshida um, die ooit de baas was, wat uh, wat volgens mij Ryan was. Hij is nu uh, zeg maar baas van uh, de indie-tak. Uh, mm -hmm. Hij wilde gewoon even wat minder in de spotlight staan. Maar hij kwam met een opmerking. Dat God of War Ragnarok had 200 miljoen dollar gekost om te maken. Dat is puur de productie, waarop een aantal andere analisten ook zeiden van. Dit soort games als God of War Ragnarok, Horizon. maar ook straks de nieuwe GTA of een Destiny. grote producties, die gaan in totaal zo'n 1 miljard dollar kosten. <laughs> Om te maken, volgens in de mij... markt zetten, marketing erbij, reclame, alles erop en eraan. GTA 5 kostte volgens mij al 1 miljard. Exact, dat is ontzettend veel geld. En dat geld moet je dus allemaal terugverdienen. En het liefst eigenlijk verdubbelen om een beetje winst te maken. Daar gaat het op neer. Ja. En dat zijn dus enorme grote risico's. Waar Ushida ook een beetje op linkte. Dat dit model, is zo, het is zo fucking tricky wat Playstation aan het doen is. Vandaar dat iedereen ook inzet op die microsection, die service games. Nou... Goed, waren dit, uh, de, de, de jaarcijfers waren. Uh, of de laatste kwartaalcijfers. En daar zie je in dat bijvoorbeeld qua hardware. doet PlayStation het echt heel erg goed. De PlayStations, um, uh, ze komen steeds meer makkelijker in uh, de handel. Ik vind het in Nederland nog steeds tegenvallen. Ik nog is steeds, steeds als het weg. niet kun je naar een winkel lopen en een PlayStation. Nee, 5 het is kopen. binnen nood er geen flikker van Weg. weg. Uh, ze mikken nog altijd op die grote landen. En maar wie heeft dan. waar zijn die 38,4 miljoen PlayStations dan naartoe gegaan? Ik heb ze niet gezien. <laughs> Amerika, uh, UK, uh, Duitsland. Uh, ja, dat het is van... toch te gek voor woorden. Ze hebben ja. amper games op dat ding. En het, het, blijkbaar, het vliegt de winkels uit. Ik vind het ongelooflijk. Nou, heel goed dat je dat zegt. Uh, in ieder geval hier. Je ziet het die groene cijfertjes. Dit gaat gewoon hartstikke goed het zijn. Echt hoge kwartalen. Dus ze hebben ook gewoon een goed kwartaal gedraaid. Met veel winst. Uh, veel, veel, veel omzet. Uh, groei ja. van omzet. Maar er zit een kleine adder onder het gras. En die adder heeft. Hiermee te maken, uh, wat je namelijk zag in die cijfers, is uh, dat um, weliswaar er meer consoles worden verkocht. Maar er worden minder games voor verkocht. En er worden ook minder games gespeeld op de Playstation en op Playstation Plus. En in diezelfde week kwam Playstation ook met de mededeling. Dat was dan weer een onderdeel van hun fiscaal jaar. Dan moeten ze een verhaaltje vertellen, een aandeel houden. En dus die gaan allemaal vragen, ja, wat ga je doen in het najaar? Wat ga je doen in het najaar? Want die willen weten van, oh fucking hell, moet ik niet double down op mijn aandelen of whatever. Die mm. zeiden, we gaan nog één game dit jaar uitbrengen. That's it. Marvel mm. Spider-Man 2. Dat betekent dat ze dit jaar... Nee, dat betekent eigenlijk dat ze gewoon twee, drie grote games per jaar kunnen uitbrengen. En dat is ook logisch als die dingen steeds een miljard kosten. Dat is fucking ja. veel geld. Dat moet je voorfinancieren, bla. Maar goed, Spider-Man 2 kost geen miljard. Oké, okay, die zal dan minder kosten. Maar het zijn gewoon hartstikke dure games. En ja. nu zitten ze dus met een probleem dat aan de ene kant verkopen ze wel een console. Maar er worden minder van hun eigen games verkocht. En er worden minder third-party games verkocht. Nou, waar heeft dat dan mee te maken? Uh, dat kan zijn uh, dat steeds meer gamers ook overstappen naar de PC. Want Sony heeft ook bekendgemaakt deze week dat meer van hun games sneller naar de PC gaan komen. Mm -hmm. Dus mensen lopen weg van het PlayStation-platform. Ik denk nog niet dat het te maken heeft met Game Pass. En het heeft te maken, lijken meerdere onderzoeken, met die 70 dollar. Dat gamers dat dus te veel geld vinden. En ja. nu. Hebben we het al vaker over gehad. Zijn games te duur? Want wat ik al zeg, vroeger kocht je ook gewoon die oude games. Die waren ook 140 gulden of, of whatever. Het waren andere tijden. Maar games zijn niet per definitie duurder geworden. De per prijsperceptie van mensen is gewoon veranderd. Doordat je free to play hebt. Service games die je een jaar lang kan spelen. Game pass. game pass. En één keer is 70 dollar fucking veel geld voor een single player game die je in 14 uurtjes uit hebt. Ja, maar ik vind het ook. Um... Er is, een, er is nog veel meer aan de hand dan alleen dit. Weet je, ik bedoel, we hebben. Het is nog erg vroeg, maar we hebben de explosie van AI gezien. Ook ja. in videogame development tools. Weet uh -huh. je, waarin je opeens ziet dat je met prompts gewoon hele uh, vergaande input kunt geven. in tools en games kunt ontwikkelen. Dat je opeens. Uh, uh, gesprekken met NPC's kunt voeren, wat regelrecht uit uh, large language models of AI modellen gehaald wordt. Mm -hmm. um, we staan aan de vooravond van een fundamentele verandering in videogame design. En mm -hmm. aan de ene kant kun je zeggen: van ja, het, het is allemaal leuk en aardig dat um, uh, Sony uh, 200 miljoen kwijt is voor een, uh, voor een game maken. Die tijden lopen ook op hun eind. Weet je? De, okay. het, uh, maar dat zou gunstig zijn voor, voor Sony. Het zou, maar het zou gunstig zijn voor iedereen. Weet mm -hmm. je? Er, ja. er, er komt een moment waarop jij gewoon kunt zeggen tegen je uh, eigen Unreal 5 of waarschijnlijk <laughs> Unreal 12 engine tegen die tijd. Ja. Dat je kunt zeggen van ik wil nu graag een uh, uh, first person shooter... in een uh, science fiction setting waarbij ik een groot ruimteschip moet veroveren... samen met twee vrienden die toevallig naast me op de bank zitten. En vijf minuten later is die game gerenderd en staat het klaar voor je. En dan uh, kun je het spelen. Weet je? Ja. Dat, dan, dan is het idee dat je gewoon dit soort grote producties hebt... dat, dat staat daar mijlenver vandaan. Ja, dat is zo. Um... Maar het is wel zo. Ik, ik denk dat ook veel te maken met perceptie. Een van de dingen die ik nog niet genoemd was. Is natuurlijk ook dat uh, service games zijn steeds populairder. En mm. ik merk dat ook heel erg in de brieven die we krijgen. En de comments die we krijgen van mensen. Ik had er een brief maandag ook weer iemand, iemand die Destiny speelde. Zegt van: Ik, ik zit daar zo in vast. Ik, ik heb gewoon geen tijd meer voor andere games. Hè. Ik heb ook ja, geen interesse maar dat meer. Dat is al heel lang zo. Nee, hè? precies. En dat begint nu steeds erger te worden. Terwijl PlayStation natuurlijk altijd die singleplayer avonturen. Uh, ja. is ook blijven doorzetten. En nu lopen ze dus. Er is een kentring. Dus in één keer verkopen die games een stuk minder. Gamers lopen weg. Gamers zijn anders. Er komt nu een nieuwe generatie die is met al type games opgevoed. En wat gaat je antwoord zijn? Nou, dat antwoord dat moet PlayStation nog gaan maken. Er komen nu service games aan, maar dat duurt nog 4, 5 jaar. Ze zijn wel een beetje aan het stoeien met uh, streaming. Ze zijn aan het stoeien met PC. Uh, ze zien dat er iets aan de hand is. En vandaar dat ze ook zo ontzettend fel waren van we moeten nu niet hebben dat nu al Microsoft een beslissende klap kan gaan uitdelen met Game Pass want dan hebben we een probleem ja. en dit duidt dat wel gewoon een beetje aan want ik schrok daar ook wel van van 1 miljard weet je ik heb niet uitgerekend hoeveel games je daarvoor moet verkopen is gewoon heel erg veel en games de laatste tijd zijn gewoon bijna gewoon niet af maar Jee we zien dit toch gebeuren we ja. zien toch gebeuren dat um er veel minder games uitkwam. Waar in de eerste instantie was het ja, maar door de chiptekorten waren de consoles niet van. en daarom werd alles uitgesteld. En toen was het corona en toen was het dit en toen ja. weer dat en weet ik veel altijd weer een nieuwe reden. Maar als we nou heel eerlijk zijn, er komen gewoon veel minder games uit. Wat we ook zien is dat gewoon waar, waar Sony helemaal vroeger altijd een soort van heel erg veel IP's had en daar steeds een, een nieuwe Little Big Planet en ja. een dit en een dat en ze allemaal van die games en die waren allemaal niet Het, het was allemaal niet extreem goed, maar het was wel leuk en vooral de diversiteit van het aanbod was tof. Daar zie je nu dat ook Sony een model is gaan doen van alleen nog maar die blokbassen. Het is alleen maar de Last of Us ja. en God of War en het is altijd hetzelfde. Nou, wat Marcus het ook al? doet, het is Fortnite, Gears of War en Fortnite, Gears ja. of War en Halo en Gears of War en Forza. Dus dat platform vastheid wordt steeds minder interessant voor heel veel gamers. Die willen gewoon van alles en nog wat gamen. Ja, want die gaan die ontdekken dan, weet ik veel, ik zeg maar wat Warzone en dan gaan ze dat alleen nog maar spelen of ja. Fortnite of iets anders of weet ik veel wat en dan spelen ze dat alleen nog maar. Nee. Het is, het is klaar. En de, uh, de verrassingen die je speelt, weet je, we hebben laatst ook die, uh, hoe heet die? Rerecord, Rewind heette die game volgens ja. mij. Die ultra realistische game, die beelden daarvan. Dat mm -hmm. je, van, je ziet dat, je precies fucking hell, wat gebeurt er, weet je? <laughs> Ik bedoel, en dan wordt die, la, die lat zo hoog gelegd. Nou, we hebben, we hebben een, een review opgenomen van, um, van, uh, Red uh, Fall, ja. van Redfall. Ja. Een game die er fucking uitziet als die uit 2004 komt. Ja. En dan uh, zie je opeens dat soort dingen. Dat komt uit de indie. De verrassingen komen uit. Dus die. Die grote uitgevers die zitten gewoon tussen de wal en het schip. Want ze zijn te groot om nog kleine games uit te brengen. Want dan zijn je Redfall-achtige yeah. tafereelen, Maar die grote games, dat betekent dat je gelijk er een miljard tegenaan moet knallen. Exactly. En je wordt gewoon in innovatie word je gewoon voorbijgeschreven door de eerste beste indie-ontwikkelaar. Ja. Die met tien man en een paardenkomst zo'n ja, briljante game maakt. Je moet ontzettend op veilig spelen. Want... Ja, maar, de, <laughs> maar die mensen zitten niet voor... te wachten op veilig. Dat is stom, want ze veilig nee, hebben ze al honderd keer gespeeld. Dat weet ik. De leukste, de leukste projecten en de grootste hits die, die ontstaan vanuit Kreden, maar ik, ik kan me voorstellen, op het moment als jij degene bent die die krabbel onder die 1 miljard moet zetten, dat je 100% zeker wil weten of je die 1 miljard ook weer terug gaat verdienen. Dus ga je fucking op safe spelen. Nou, die, wat ik eerlijk gezegd denk, uh, en het is een beetje doemdenken, dat realiseer ja. ik me. Maar ik denk dat de grote game uitgevers hebben hun beste tijd gehad. Dit is niet vol te houden. Uh, je kunt, we gaan een tijdperk in waarin game design gedreven wordt door AI. Dat betekent dat iedereen met een goed idee zometeen een game kan mm -hmm. maken. Nou, dan ga je uh, een fout van... Uh, uh, Gameprojecten zien waarvan sommige, waarvan heel veel shit en sommige hele groei die gaan via social media ja. direct viral, die worden super vet. Wat we gezien hebben bij dat rewind, er hoeft maar één trailertje van geleased te worden. En je hebt iets van fuck, wat gebeurt maar hier? Je moet wel zien of dat ook daadwerkelijk een game gaat worden, maar goed, het, het doet er niet toe. Uh, en, maar het gaat om het idee, het gaat het gaat om het idee. De, ja. maar het gaat ook om de dreiging die er vanuit gaat. Als, als zo'n indie studio waar niemand van gehoord heeft, waar 20 man werken, dat kunnen maken, ja. weet je, dat idee, wat de fuck ben je dan nog bezig? met je red Fall en, en, en je en je en je en je shit weet je dat nee, gaat dat gaat gewoon niet meer werken dat is waar ja um, een goed voor de, uh, voorbeeld en daar gaan we ook een apart item later deze week over maken is um, ja de laatste tijd eigenlijk gewoon zijn games veel vaker technisch gezien niet af dan wel af um, Jedi Survivor, Star Wars Jedi Survivor. Een game waar je misschien verhaal-technisch en gameplay-technisch weinig op aan kan merken. Mensen vinden het allemaal heel vet. Koos vindt het vet. Uh, Yui vond het vet. Jelle vond het vet. Maar buggy, glitchy, crashy als. Fuck, um, de game is gewoon absoluut niet af. Of het nou op de PC is of zelfs op de consoles. Nou, Redfall, de, de, de review is inmiddels al online geweest. Exact hetzelfde geval. Dingen zijn niet af. En um, ik verwijs je voor meer een diepere discussie daarover naar dat item. Maar waar ik gewoon niet meer tegen kan. En ze moeten daar echt mee gaan stoppen wat mij betreft. Want ik vind het een soort van, als wij een soort van debielen zijn. Dus hmm. elke keer naar... Ongeveer drie, vier dagen. Nooit bij het begin. Ze wachten altijd even af van. Oh. Merken ze het? Oh ja. Fuck. Fuck. Oh god. Oh, we worden gereviewd. Bomb. bij met Ik ook. Oh, Oké. Okay. Okay, na vijf dagen. We moeten er een mailtje uitsturen. We moeten een appje. En dan komt er weer zo'n fucking. Zoals je post van. We are aware. that Star Wars Jedi Survivor. Isn't performing to our standards. Nou, ten eerste heb je geen standaard. Nee, die standaard want, is al erg laag. En dat bedoel Want je, je flikkert het gewoon op de markt. Terwijl het onaf is. Um, ze moeten hiermee ophouden. Dit soort, Hier worden mensen nou echt kwaad over. Van. Te, fix ja. die game gewoon, weet je wel. Ja, maar het is, sorry, EA en Star Wars, het is gewoon... Het maar is die game is een, echt uh, heel goed. Ja, maar dit, ja, nee. Ik nee, hoef uh, het ja. niet te spelen, nee, nee. ik weet gewoon dat het dezelfde fucking crap is. Of het nou Disney is of EA, weet je. Het is gewoon dezelfde <laughs> Star Wars hoeren shit, die gewoon wordt uitgewoond tot er helemaal geen druppel melk meer uit komt. Het is echt fucking vreselijk. Ja, nou ja, hier en, uh, zie je een klein beetje uh, PC-gaming. PC heeft dus echt een probleem. op Die worden natuurlijk gepoord. Forspoken, uh, Broken, ook trouwens de, de gewone editie. Uh, uh, Wild Hearts was broken, uh, Hogwarts Legacy was ook broken, de PC-poort. Wolong was broken, uh, The Last of Us Part 1 was fucking broken. Uh, Cheddar Survivor is broken. Nou, uh, Redfall kunnen we nu eigenlijk ook wel zeggen dat die bepaalde deel de broken is. Ja, dan ga je naar staff. Ja, dit ja. is niet goed. Nee, dat is niet goed. Dit is niet goed. Deze ja. tendens is echt... Um... Maar sorry, dit is niet echt niet alleen maar PC-gaming hoor. Nee, bedoel, nee, nee. Ik weet dat sommige consoleversies van deze games, zoals Wolong en Hogwarts, waren ja. beter op de console... Uh, uh, maar neemt niet weg dat, het, dat het, het was niet goed per Nee, persoon. absoluut. En je ziet dan op een gegeven moment: dit komt naar buiten. Dit wordt op social media gepost. Mensen zijn boos. Gamers zijn boos. En dan zie je dus developers. Dus feitelijk gewoon het, het personeel. Gewoon mensen die games maken. Die komen dan vanuit zichzelf. Van ja, jongens, uh, ik snap het. Maar je moet, dit is wel fucking hard. Het is echt moeilijk, jongens. Het is moeilijk om dit goed te krijgen. Maar dan denk ik van. Ik snap dat jij jij bent ook de schuldige niet, um, maar het is een beetje raar. Je gaat ook niet een auto kopen en vervolgens uh, rij je hem tegen een lantaarnpaal omdat de rem niet doet en vervolgens zegt die garagehandel ja, maar het is moeilijk man, zo'n rem maken. Je weet niet hoe fucking ja. veel tijd. Maar ja, dat hij niet weer. Het is je baas, het is het management, het. Er is iets fundamenteel verkeerd aan het gaan in de gamesindustrie. De projecten zijn te groot, het is te duur, de druk zit te hoog en shit wordt gewoon op de markt geflikkerd terwijl het niet af is. Ja, maar het is dodelijk voor het imago ja. van de videogames. En ik snap ook, al, kijk, als er aan de ene kant het probleem is dat mensen niet meer allerlei games gaan spelen, maar gewoon vasthouden aan de games die ze al kennen. En die, die, die games als een service games, die blijven ze spelen dit gaat het probleem om groot te maken. Mensen hebben zoiets van, fuck it, komt er een nieuwe AAA game? Oh leuk, ik wacht wel totdat die... Nou ja, uh, pre pre-orderen, uh, die, die, uh, die gaan echt zo. Ja, tuurlijk. mensen pikken het maar niet ze, meer. Ja. Ik bedoel, de, dat mensen überhaupt nog pre-orderen, is 7. Nou ja, wat je gaat krijgen is gewoon de druk op full-priced games die nu zo belangrijk blijkbaar zijn voor een Playstation om die 70 dollar in te krijgen. Mensen weten het nu. Mensen weten gewoon, ik wacht gewoon twaalf, fucking twee maandjes, want dan gaat het omlaag. Ja, en dan en koop ik hem wel. Ik heb dat met Hogwarts Legacy, weet je, ja. dat dacht ik van, die game waar ik best wel op dag 1 spelen, maar ik heb gewoon zoiets van, nou weet je, ik wacht gewoon tot hij op Game Pass staat. En dan komt hij echt binnen no time. Ja. Dat weet ik zeker. En uh, uh, ik, ga, ja, ik heb geduld. Want uh, de bugs en dit en dat. Het kan allemaal wel wachten. En, en ik denk dat dat voor heel veel titels geldt. En voor heel veel gamers geldt. Um, en dan zie je ook de waarde van een bedrijf als Nintendo. die gewoon games niet in de uitverkoop doet. Nee. Gewoon wacht. Prijsvast uh, zijn ze. Als... Heel prijsvast. Als er een Nintendo game uitkomt, ze wachten dat die goed is. En als die uitkomt, dan kun je ervan op uitgaan dat die goed is. Ik bedoel, dat is goud waard op een gegeven moment. Ja. En uh, al die uitgevers, zonder uitzondering, zijn die reputatie in de fik aan het steken. Gewoon door incompetentie van managers, van uh, uh, mensen die verantwoordelijk zijn, van, van, ja. van, de, van de, de, de development teams, van de leiding. Het is gewoon... Allemaal kut. Op het moment dat je denkt van ah fuck it. Weet je, nu de game uitbrengen is de minst slechtste optie. Je merk gaat kapot. <laughs> ja. EA en Star Wars zijn gesloopt daardoor. En, ja. Weet je, Bethesda ook. En, ja, het, is al, ja, het is het, het is fucking het vreselijk. Het is het is zonde inderdaad. Mooi bruggetje van jou naar Nintendo toe, want Nintendo is inderdaad goed in. Uh, het is het meest winstgevende gamebedrijf op dit moment. Um, nou, en een deel van zijn geld uh, gaan ze krijgen van een Amerikaan. het oh. um, ja, is te bizar voor. Die man heet ook weer Bowser, Ik bedoel. Dat, 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 daar lul je bijna niet voor. Deze man, ja. Gary Baus, is onderdeel van een hacking-team. Uh, team Executor. Um, die heeft een gevangenisstraf gekregen van 40 maanden. En die straf uh, dat kwam omdat hij uh, Nintendo's beveiligingssoftware had opzeild. en illegale software had aangebouwd. Nou, Nintendo, dat, dat gebeurt overal. Maar Nintendo is een bedrijf. en dat weten we ook uh, zelf. Um, Extreem, extreem protective. Ik bedoel, uh, alles staat onder contracten. Um, uh, als je een Mario-filmpje maakt wat niet goed is, dan hoppakee, heb je de telefoon. Heb je iemand aan de telefoon? Dat is nu eenmaal bedrijf. En wat ik nu. Is dit grappig? Weet ik niet. Ik bedoel, hij, is, hij heeft dus 40 maanden gevangenisstraf. En hij moet 10 miljoen dollar terugbetalen. En ja. het grappige is. Um, hij, heeft, hij werkt op dit moment in de gevangenis. Dan verdient hij 175 dollar per maand. Die mag hij terugbetalen. Uh, en hij gaat de rest van zijn leven. De rest van zijn leven. Gaat 25 tot 30 procent van zijn uh, inkomen. Wat hij ook verdient. Gaat terug naar. Nintendo. Tot 10 miljoen dollar, hè? Um, Tot 10 miljoen dollar. Nou ja, goed, kijk, hij was een, ge een hele gewone jongen. Um, die misschien 60, 70,000 duizend dollar per jaar verdient. Dus die zit er zijn leven aan vast. Um, hoe sta je hier tegenover? Ik bedoel, nee, nou, kijk, dit ik, is een gewoon... straf, vind ik, buiten alle proportie. Um, ik snap dat het vervelend is voor, uh, voor Nintendo dat dit gebeurt. Aan de andere kant. Um, het is met alle consoles gebeurd. Als je software maakt, dan loop je het risico dat het gehackt wordt. Mm -hmm. um, ja, ik weet niet, vaak zijn het ook hele uh, enthousiaste onder, uh, leden van je community. Ik, het, je moet er wel oppassen om daar heel erg hard tegen op te treden. Yeah. Um, ik, ik denk wel dat die. Uh, hij heeft Nintendo zeker schade berokkend. Nou ja, daar staat onder uh, dus van... Daar waar Gary Bowser uiteindelijk slechts 320.000 dollar... wist te verdienen met die met, met illegale software... zou uh, Team Executor miljoenen hebben geholpen. Het is, het is natuurlijk ook weer een rekensommetje. Ja. Hè, van oké, okay, dit zouden ze dan verdiend hebben... en dat moet dan weer terugbetaald worden. Uh, ik vind altijd van een kale kip kan je niet plukken en als het gewoon een, een, uh, een, een ik als je iets fout doet, ik heb het ook wel met 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 voetbalsupporters iets, iets, iets verkeerds doen en, en dat moet gestraft worden. Uh, maar dan ja om dan de kosten te verhalen die soms echt op tonnen gaat, ja dan geef je mensen ook geen kans meer om nee want hij, iets heeft, goeds te doen. hij heeft levenslang gekregen ja. eigenlijk en, en je kan hem ook een baan aanbieden en zeggen van Zoiets. Van, van help me om um, uh, uh, weet ik veel die software veiliger te maken. Ik nou, weet het niet. Er zijn nou, creatievere oplossingen. Dat, maar... dat, dat idee had ik Ik vind ook. het niet heel menselijk. Nee, nee, Nintendo is wat dat betreft is een fantastisch bedrijf met fantastische uh, games. Uh, al af en toe zijn ze wel vrij kinderachtig als het gaat om, om dit soort zaken. Maar goed, dat is een beetje onze mening. Volgende week nieuwe piepshow. <laughs>